Vorige maand ging op de IAA van Frankfurt bij BMW de meeste aandacht uit naar de 850i Coupé. Maar deze auto beleefde er ook zijn debuut, de 318 IS. 136 pk en 16 kleppen motor. De BMW 3-serie is al lang in ons midden en heeft enkele uiterst boeiende versies opgeleverd. We kennen allemaal de M3, een pure sportsedan die in races en rallies heeft bewezen tot uitzonderlijke prestaties in staat te zijn. Daarvan heeft rallyrijder John Bos al heel wat staaltjes laten zien met zijn 285 pk groep A M3. Het onderwerp van de test, de 318 IS, heeft in BMW-kringen al de bijnaam Poor Man's M3 gekregen. Dit lijkt denigrerend, maar het is een compliment van de eerste orde. Het is een exclusieve, sportieve BMW voor de, naar Beierse maatstaven, dunnere beurs. Maar daar moet dan wel 48.000 gulden in passen, de prijs van deze bolide. De 4-cilinder, 1,8 liter lijnmotor is gebaseerd op het blok dat 2 jaar geleden in de 3-serie voor het eerst werd gebruikt. Men ontwikkelde dat met in het achterhoofd het idee om er later een cilinderkop met 4 kleppen per cilinder op te zetten. Nu is dat realiteit. En omdat het oog ook wat wil, maakte men ook een goed uitziend bougiedeksel. Door gebruik te maken van 4 kleppen per cilinder steeg het motorvermogen van de 1,8 liter motor van 113 naar 136 pk. Daarvan bereiken uiteindelijk bijna 125 stuks de aangedreven achterwielen. Dat bleek bij een rollenbanktest. De prestaties van de rode krachtpatser zijn uitstekend. De top is meer dan 200 km per uur en in 9,8 seconden wordt een vaart van 100 km bereikt. Zelfs nog een tiende sneller dan BMW zelf opgeeft. Het verbruik is navenant. We kwamen gemiddeld onder de 1 op 10 uit. Slechts met een beheerste rechtervoet kan zuiniger worden gereden, maar de verleiding is wel erg groot. De BMW schakelt als de bovenste beste. Met de speciale sportieve pook kan vlot door het schakelpatroon worden geflitst. Alleen de achteruit ligt onhandig dicht tegen de eerste versnelling aan. Dat kan nare gevolgen hebben als per ongeluk de achteruit wordt ingeschakeld. Inhalen is met de 318 IS een fluitje van een cent. In 6,7 seconden kan in de derde versnelling van 80 naar 120 worden gesprint. De BMW 3-serie heeft in zijn algemeenheid een zeer voorspelbaar, veilig weggedrag. De 318 IS vormt daarop geen uitzondering. De auto volgt de bocht als een trein op rails. Alleen in korte bochten kan door vol gas te geven uitbreken van de achterkant worden veroorzaakt. Ook op een slechte weg blijven de wielen het wegdek makkelijk volgen. Extra snelle auto's vragen om extra stevige remmen. BMW heeft de 318 IS het remsysteem van de veel duurdere 325i met 170 pk motor gegeven. Schijfremmen op voor- en achterwielen en die geven geen krimp, ook niet bij extreem zware belasting. Het leren stuurwiel heeft 3 spaken en een mooi M-style vignetje, maar het is nog steeds niet verstelbaar. Gelukkig heeft BMW wel een in hoogte verstelbare stoel in de auto gezet. Het rechterdeel van het dashboard staat iets naar de bestuurder toegedraaid. Het comfort dat de 318 IS biedt is goed, maar we hadden graag ook echte sportstoelen gezien. Deze passen minder bij het karakter van de auto. Het dashboard is hetzelfde als dat van de 318i. Een oliedrukmetertje erbij was leuk geweest. De buitenkant van de 318 IS wijkt iets af van de overige modellen uit de 3-serie. De voorkant heeft een lagere spoiler en ook op de achterkant zit een windvanger. Daardoor wordt de CW-waarde iets beter, 0,35 in plaats van 0,36. Nog steeds hoog naar moderne normen, maar de 3-serie is dan ook een klassiek gelijnde auto. De spiegels en de bumpers zijn in carrosseriekleur gespoten. De lichtmetalen wielen horen niet tot de standaarduitrusting, maar kosten een dikke 2700 gulden extra. Trouwens, BMW is toch niet scheutig met accessoires. Zo heeft de 318 IS geen elektrisch bedienbare ramen, geen centrale deurvergrendeling en geen in hoogte verstelbare gordelpunten. Ondanks die uitvoeringshandicaps blijft de BMW 318 IS een heel bijzondere auto.
Een heerlijk rijijzer, niet alleen bestemd om van de ene plek naar de andere te rijden, maar ook een auto waarin je als bestuurder ontzettend veel plezier beleeft.